Wat de studenten de komende week gaan doen, is samen die stageplekken regelen. Dat is de vorige keer boven verwachting goed gegaan. Hebben ze zelf gebeld, ook de jongeren erbij betrokken. Om te gaan bellen, om het verhaal te houden, om jezelf voor te stellen. Dus dat is wat nu bijvoorbeeld vandaag aan de orde komt. Ze bereiden zich voor op die stage dagen en ook wat ze daar gaan onderzoeken. Dus wat is dan het hartelijkheid? En we hebben het vandaag in de les bijvoorbeeld ook over gehad van nou, waar gaat het project in de kern over inclusie, participeren, hoe kan iemand meedoen en welke mogelijkheden ontdekken we. Dus dat ik ze daarvan echt bewust heb en dat ze ook weten van oké, hoe gaan we dat dan met hartelijkheid meten zeg maar, op de bedrijf. Dat de situatie meteen er is, dat kan ook heel veel ijs breken. Het kan ook hele goede dingen oproepen bij mensen in een bedrijf. Van ik ga jou hierbij helpen. We doen het samen. Dat soort gevoelens en reacties meteen zichtbaar zijn. Van ja, we doen het samen. We werken samen in het bedrijf. We vinden het fijn als jij meedoet. Ik denk dat een grote winst kan zijn voor een bedrijf inderdaad. En het zien dat er mogelijkheden zijn. Ik ben 17 jaar oud en ik heb de afgelopen 5 weken bij een streekcursus gaan lopen. Ik ben Elle, ik ben de student, zeg maar, de begeleider van Kimberly. Ik ben ook 17 en ik kom uit Slagharen. De afgelopen weken heb ik geleerd hoe ik redzaam kan zijn tijdens het werken. En dit heb ik geleerd door zelf kerstpakketten te maken en ook heb geleerd om een tempo bij te houden van de andere mensen. Het leukste aan mijn stage vond ik het samenstellen van kerstpakketten. Hierin heb ik geleerd om zelfstandig te werken en hierdoor ben ik ook zelf redzaamheid geworden. Ik heb geleerd dat ik heel goed samen kan werken met Kimberly. En het is leuker om 5 keer stages te lopen dan. Nou, 5 keer was wel natuurlijk aardig veel. Nee. Maar dan 1 keer, want nu kun je ook echt een band opbouwen. En zie je ook waar mekaars kwaliteiten liggen. Dus weet je ook hoe je goed met elkaar kunt samenwerken. Ja. We gaan vandaag laten zien hoe dat ging, dit project. Samen aan het werk heet het. Een dia met allemaal mensen, bedrijven die zich open hebben gesteld voor dit project. Die dus zeiden, je bent welkom, kom maar, hier mag je leren. Jongeren en studenten die hebben daar samen kleurrijke presentaties van gemaakt. En dan hebben ze daar zelf allemaal dingen over gezegd. Veel dingen snel doen en snel de hoofd inpakken en zo.